Dit is iets wat ik vroeger dus echt wekelijks kocht bij de standaard boodschappen. Dag lieve mensen, wat tof dat je kijkt naar deze video. Ik ben Jet, een minimalist en in deze video 50 dingen die ik niet meer koop sinds minimalisme en sinds een duurzaam leven. Het gaat een flinke lijst worden, dus let's go. Wasverzachter, nog nooit gekocht in die 10 jaar dat ik nu op mezelf woon, nog nooit gemist. Wij gebruiken simpelweg gewoon een scheutje schoonmaakazijn. Ik heb 2 peuters van 2 en 3 en we hebben een bad. Maar als er iets is wat ik dus nooit koop, is het badspeelgoed. Want het leukste speelgoed is gewoon het speelgoed wat je al hebt. Ze hebben eigenlijk vaak liever een oud maatbekertje of een lepeltje waar ze ontzettend veel lol mee hebben. Dus echt speciaal speelgoed voor een bad, wat vaak ook nog zo'n gaatje heeft waardoor het gaat schimmelen, komt er bij ons gewoon niet meer in. Ik koop ook al jaar en dag geen bloemenvazen meer. Heel soms recycle ik een oude grote glazen pot, maar dat is het dan ook. Terwijl ik dol ben op planten en bloemen, maar vazen, die koop ik niet meer. En een beetje in dezelfde categorie, droogbloemen. Ik vind het gewoon stofnesten, dus een absolute no-go. Vaak ga je iets zoeken qua souvenirtje om het zoeken, omdat je een souvenirtje mee moet nemen. Dus daar zijn we gewoon mee gestopt. We gaan gewoon geen souvenirtjes halen. Tuurlijk kopen we wel eens een keer iets op vakantie wat we echt super fantastisch en leuk vinden. Maar dat zijn vaak bruikbare producten die we anders misschien in Nederland ook wel gekocht zouden hebben. Maar echt de koelkastmagneten of de t-shirts van het Hard Rock Café in een of andere stad. Dat soort dingen, die kopen wij ook niet meer. Een echte zomerjas. Ik heb een winterjas en ik heb een herfst-lentejas. Maar het echt hebben van een zomerjas, ik heb er jaren één gehad. Met mijn vorige zomerjas, dat is deze, heb ik 10 of 11 jaar gedaan. En uiteindelijk komt het neer dat ik het zo weinig draag in het jaar, dat het gewoon niet waard is om het nieuw aan te schaffen. Mocht het bijvoorbeeld toch ietsjes kouder zijn, dan kleed ik me iets warmer. Of als ik bijvoorbeeld op de fiets ergens heen ga, doe ik gewoon het spijkerjasje wat ik heb. Wat ik ook wel eens bijvoorbeeld in de winter als bovenstuk draag. Dat draag ik dan op die manier. Zo kan ik mijn kleren makkelijk combineren en heb ik niet nog een extra zomerjas om aan te hoeven schaffen. Hier was ik ooit heel erg schuldig aan verschillende theesoorten kopen. Ik heb inmiddels gewoon 3 soorten thee. Ik heb normale thee, ik heb rooibos thee en ik heb 1 variant kruidenthee. En that's it. Ik heb wel eens gehad, voordat ik ging minimaliseren, dat we gingen verhuizen en ik de theebox doorzocht. En ik had 31 verschillende soorten thee. 31. Dus ik heb dat weten te reduceren tot 3. Met als regel dat er gewoon ook niet meer dan die 3 bijkomen. Want dat zijn de enige 3 theetjes die ik eigenlijk alleen maar drink. Dus extra aanschaffen gaan we ook niet meer doen. Supermarktacties waar je echt geld moet bijleggen om een product te krijgen. Eerlijk heb je natuurlijk de hele hype van het sparen. Yes, we hebben een spaarkaart vol voor een strandhanddoek of voor een messenset. En dan moet je nog 4 euro bij betalen of voor champagneglazen. Maakt niet uit. Doen we ook niet meer. Want als we dat soort producten al eerder nodig hadden gehad, hadden we niet een spaarzegelactie van de een of andere supermarkt afgewacht. Dan waren we gewoon naar een desbetreffende winkel gereden en hadden we het product daar gewoon gekocht. Daar hoeven we niet eerst voor te sparen. En vaak met van die spaaracties heb ik het idee dat het een soort van impulsachtig iets is. Ook al doe je er lang over om aan die impuls te voldoen. Maar het zijn vaak mooiere producten die je dan in verhouding voor een goedkopere prijs kan krijgen. Maar als je die nodig hebt en je moet toch 4 euro betalen op zo'n item, is het gewoon 4 euro weggegooid geld wat mij betreft. Want als je die nodig had, had je het anders ook niet gekocht. Dus wij kopen het niet meer. Waar ik vroeger echt wel eens op vakantie ben geweest, een week lang met 7 verschillende bikinis. Ja, 7 voor een week. Heb ik nu nog maar 2 items daarvan over. Die draag ik, die gebruik ik. En er komt gewoon de komende tijd, komende jaren waarschijnlijk geen enkel item bij. Ze gaan pas vervangen worden als ze echt gaar zijn, dat je door het elastiek heen kan kijken. Want ik draag ze in verhouding niet heel erg veel. En ik heb gewoon tijdloze items gekocht, waardoor ik niet meer de drang heb om elk jaar weer te wisselen. Teenslippers. Ik heb 1 paar teenslippers voor op vakantie. En dat is het dan ook. En ik ga er niet vanuit dat die de komende 200 jaar zal verslijten. Die raak je eerder kwijt. Dus waar ik eerder nog eens een teenslippertje kocht voor een nieuw kleurtje, doe ik dat ook niet meer. Kleedjes voor op de bank. Ik koop niet meer volgens de laatste woontrend een kleedje in de juiste kleur. Ik heb een pleat en die heb ik al heel erg lang liggen. Het is een zelfgemaakt pleat door iemand. En die is prima. Dus ik hoef ook geen nieuwe te kopen. Gelegenheidskleding. Een gelegenheid duurt vaak heel erg kort. Dus ik werk met de items die ik heb. En anders leen ik het vaak bij iemand. Ik ben nog nooit ermee in de problemen gekomen. Hakken. Ik heb 1 paar prachtige enkellaarsjes. En dat is dan ook genoeg. Want zo vaak draag ik als moeder geen hakken meer. Pyjama's. Ik doe het gewoon super duurzaam met een oud, lelijk, oversized t-shirt van mijn man. Werkt ook prima. Sleutelhangers. Deze kocht ik vroeger nog geregeld. Maar ik doe ook al super lang met 1 en dezelfde sleutelhangers. Omdat ik ze gewoon prettig vind. Dus ik hoef geen nieuwe te kopen.
wegwerp schoonmaakdoekjes. En dit is iets waar ik me heel erg schuldig aan heb gemaakt. Elke keer met de boodschappen zat er weer zo'n verpakking wegwerpdoekjes bij. Super slecht voor het milieu. Toen ik ben gaan verduurzamen had ik al heel snel zoiets van wow, hier kan ik heel veel punten mee scoren. Dus wij gebruiken nu gewoon herbruikbare vaatdoekjes. En we hebben voor de kinderen snoetenpoetsers. Dus dat soort doekjes hoeven we ook niet meer te kopen. Big Shoppers, nee, ik heb niet alle vierde seizoen tassen van de Action. Ik heb al heel erg lang één en dezelfde Big Shoppers en ik heb nog niet de behoefte gehad. En die ga ik ook niet krijgen om nieuwe Big Shoppers te kopen. Deze uit pakjes en dit ben ik dus ook gewoon absoluut niet gewend van huis uit. Maar ik heb dus gewoon oprecht, nog nooit in mijn leven, een honig of een knorpak gekocht voor kipsiam, kiptandoori, lasagne. Zijn er pakjes van? Vast wel. Nog nooit gedaan en ik verwacht ook niet dat ik dat ooit ga doen. En dat scheelt heel veel van die oranje-groene pak in de keuken. Kleding die wel leuk is, want wel leuk. Is niet leuk genoeg? Kleding moet fantastisch en leuk zijn. En anders kopen we het niet. Canvas tassen. En ik denk echt dat ik er wel een stuk of 20 heb gehad. Ik heb er geloof ik nu nog een stuk of 3 waar ook bijvoorbeeld alle boodschappentassen in zitten. En 3 is voldoende en ik koop ze ook gewoon niet meer bij. Beddengoed, we hebben ook absoluut niet de behoefte om daar mee te gaan met de trends. We hebben 2 sets. 1 ligt eigenlijk altijd op het bed en eentje zit of in de kast of ligt in de wasmachine natuurlijk. En dat is dan ook het enige wat we hebben en er gewoon absoluut ook niks meer bij gaan komen. Hooguit dat we ze ooit vervangen als ze dan echt kapot zijn, maar eerder niet. Speelgoedjes voor tractaties. Ik vind deze zo pijnlijk om te ontvangen, want het is vaak gewoon een hooggehalte prularia. Dus ik koop ze zelf ook absoluut niet om te tracteren. We houden het gewoon op een appel en een doosje rozijntjes. Handtassen. Ik ben gewoon geen tassenvrouw. Ik heb het 10 jaar lang met een canvas tas gedaan en ik heb daarna een oude tas van een collega gekregen. Ben ik blij mee. Organizer bakjes, want ontspullen is iets heel anders dan opruimen. Dus de organizers die koop ik niet meer. Soms komt er een bakje vrij omdat ik weer items heb ontspild en dan werken we daarmee. Nagellak jarenlang gedragen, maar mijn nagels kunnen er gewoon niet zo goed tegen. Douchegel, ik gebruik gewoon het shampoo wat op mijn hoofd zit ook om mijn oksels mee te soppen. Huidmake-up, geen concealer, rouge, highlighter, blush, bronzer, noem het maar op. En ik heb echt een super, super slechte huid gehad. En toen heb ik het ook nooit gebruikt. Ik vind het gewoon te veel gedoe. En ik heb geen zin om erin te verdiepen of om geld aan uit te geven. Kaarsen. Mijn kat heeft geregeld de snorharen verbrand aan de vlammetjes. Dus nee, gaan we ook niet meer doen. Haarelastiekjes. Je kan het in eerste een jaar mee doen. En in deze video laat ik het ook zien. Ik raap ze nog wel eens van de grond en ik was ze dan. Hoef ik ze niet te kopen en super duurzaam. Wegwerp wattenschuifjes. Je kan natuurlijk ook prima de wasbare variant halen. Of zoals ik heb make-up doekjes, werkt ook prima. Labello of een lip conditioner stick. Ik ben ervan overtuigd dat je er namelijk aan verslaafd raakt en dat je daardoor droge lippen krijgt. Dus als ze echt droog zijn, smeer ik er een beetje kokosolie op. Ik koop dus nooit meer experimentele kruiden in de supermarkt of in de toko. Ik hou niet van koken, ik hou niet van experimenteren in de keuken. Dus ik hou het gewoon veilig op de Italiaanse kruiden, het zout en de pepertjes. Pennen, want die zijn altijd wel ergens te scoren, toch? Wij hebben een bad, maar ik koop dus echt nooit iets van badparels of bruisbad voor mezelf. Geurstokjes. Ik vind het echt stofvangers en ik vind ze vaak gewoon veel en veel te chemisch. Komt er bij ons niet in. Jarenlang gekocht en gebruikt parfum, maar inmiddels ontspild omdat ik het eigenlijk bijna nooit gebruikte. En mijn man en ik gewoon allebei niet zulke parfummensen zijn. En is het ook niet lekker als je partner het wel draagt en jij niet en andersom dus. Ik heb ze weggegeven. Kussentjes voor op de bank, de lounge set of lekker gezellig op bed. Ze zijn gewoon altijd irritant en liggen in de weg. Want je moet ze als je gaat slapen van je bed afhalen. En als je de bank wil schoonmaken met een stofzuiger moet je ze er ook weer afhalen. Of mijn kinderen gooien ze van de bank af. Dus we hebben 3 kussentjes op de bank en daar doen we het dan ook gewoon mee. 2 was zelfs ook prima geweest. Dit is een pijnlijke voor velen. Boeken. Ik koop echt nooit boeken. Geen kinderboeken en geen volwassen leesboeken. Want we hebben bibliotheekabonnementen. Hoeft dat ook niet meer. Sieraden. Ik had vroeger echt niet overdreven wel 40 of 50 ringen. En ik droeg dan ook echt wel 7 of 8 ringen aan mijn handen. En ik draag er nu eigenlijk altijd 1 en dezelfde. Ik heb gewoon gemerkt dat ik dit veel praktischer vind. En sinds ik kinderen heb, heb je ook geen zin meer in kettingen of armbandjes waar ze aan kunnen trekken. Dus ik koop het ook gewoon niet meer. Kant-en-klare salade dressing. Met wat je in de koelkast hebt staan kun je zelf ook prima een dressing maken. Dus doe ik dat gewoon. Ik koop dus geen andere haarproducten dan shampoo. Geen mousse, geen haarlak, geen conditioner, geen drizzle spray. Maakt niet uit wat er. Ik weet helemaal niet meer wat er allemaal nog bestaat. Ik koop shampoo en dat is het dan ook. Doe het goed op. Dus waarom zou ik meer kopen?
Ik koop geen huisdierspeeltjes meer, want uiteindelijk vinden ze vaak een broodclipje net zo leuk. Dus doen we dat maar gewoon. Of een propje aluminiumfolie of een stukje papier van een envelop. We hadden van die muisjes waar ze wel eens mee speelden, maar uiteindelijk gingen de kinderen daar altijd mee rondlopen en stopten ze in de mond. En dat vonden we zo ontzettend vies, dat we de kattenspeeltjes maar hebben ontspeeld. Ja, het klinkt echt heel zielig voor die katten, maar ze lijden er echt niet onder. Vaak spelen ze met een rietje wat de kinderen hebben laten liggen, of nogmaals, dus zelfs vaak iets van de kinderen. Laatst was het een plastic speelgoedei waar ze mee te geel gingen. Dus echt huisdierspeeltjes, ze zijn dus echt allemaal weg en we kopen ze ook gewoon echt niet meer bij. Tijdschriften, ik kan ze vaak ofwel van iemand lenen of ook deze haal ik bij de bibliotheek. Bestek, wij hebben echt een ratje toe van alles en nog wat. Erfstukken, startersbestek, gekregen bestek, echt van alles en nog wat door elkaar. En dat werkt prima. En we hebben gewoon allebei niet de behoefte om één en al dezelfde mooie, chique, fancy bestekset te hebben dat alles bij elkaar matcht. Maar gewoon alles wat we hebben werkt prima. Kinderspeelgoed. En dan heb ik het echt over speelgoed. Dus niet over puzzels. Die wil ik nog wel eens halen. Maar echt kinderspeelgoed koop ik echt nooit. Volgens mij gaan we nu iets hebben voor mijn zoon. Verjaardag hebben we wel iets gehaald. En de keren daarvoor weet ik eigenlijk niet eens echt iets. Want vaak als we bijvoorbeeld voor de feestdagen, neem bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst, halen wij vaak gewoon wat praktische dingen als een pyjama. En vullen eventueel bijvoorbeeld mijn ouders of schoonouders vullen het aan met eventueel een speelgoedje hier of daar. Wij hebben een abonnement op de Spelotheek. Dus het is gewoon erg niet nodig voor ons om nog extra speelgoed allemaal bij elkaar te verzamelen. Want ze hebben al genoeg. Dus waarom zou je nog kopen? Want je moet het alleen maar stallen en opruimen na afloop. Als ze klaar zijn met spelen, want die van mij doen het niet altijd even netjes. Seizoensdecoratie. Nee, verwacht bij ons niet een leuk schattig dienblad met allemaal kuikentjes en lammetjes en konijntjes op de tafel. Of als het winter is, dat we van die leuke sneeuwvlokjes voor het raam hebben. Nee, wij zijn saaie sokken. We hebben gewoon altijd één en dezelfde inrichting en decoratie in ons huis staan. Want onze decoraties zijn hele dierbare items. Wij gaan er gewoon niet speciaal seizoensgerelateerde decoratie kopen. Ik heb al kerstlampjes. Nee, ik heb niet eens een kerst... boom of ballen. Nee, ik heb kerstlampjes en dat is letterlijk alle seizoensdecoratie die we hebben. En ik verwacht ook niet dat wij in de loop van de tijd wel echt seizoensgerelateerde decoratie items gaan kopen. Want decoratie, ja sorry, ik vind het gewoon echt compleet nutteloos. Servetjes. Ik heb echt wel eens in april op een verjaardag gezeten dat ik lekker een stukje taart kreeg met een Merry Christmas servetje. Want ze moesten op. Ja, ik koop gewoon geen servetten meer. Dan heb je dat hele probleem niet meer. Ze zijn alleen prettig, vind ik zelf, met oliebollen eten. En dan werkt een keukenrolletje net zo goed. Dus servetten, die kopen we niet. Body lotion. Misschien heb ik de mazzel dat ik gewoon geen hele droge huid heb. En dat ik niet ijdel genoeg ben om mezelf eens lekker in te smeren. Ik koop het nooit. En als ik het echt wel eens wil gebruiken, heb ik altijd ergens nog een shea butter staan. Die ik zelf gemaakt heb, echt jaren geleden. Maar echt een droge huid. Werkt het perfect. Maar die lekkere body lotionnetjes met geurtjes en dat soort dingen. Niet voor mij besteed. Scheerschuim. Ook net als bij de douchegel. Ik gebruik eigenlijk altijd gewoon het shampoo wat ik op mijn hoofd heb. Stop ik mijn oksels mee in. En dan ga ik gewoon met een scheermesje langs. Ik heb er geen scheeruitslag van. Dus ik mis het dan ook niet om een product als scheerschuim te hebben. En ik heb echt het idee dat ons badkamerputje daarom bij lange na niet zo vaak meer verstopt en vol zit als toen de tijd dat ik nog wel scheerschuim gebruikte. Dus alleen dat al vind ik een reden om geen scheerschuim meer te kopen. Onderzetters. Een tafel is een gebruiksvoorwerp en ik vind het dan nog super vervelend als ik bij mensen ben en ik moet een glas op een onderzettertje zetten, want ze zitten altijd precies uit handbereik. En voor de tafel, voor de pannen, we hebben een hele grote onderzetter, hebben we echt gekocht toen we op onszelf gingen wonen samen. En als ik daaraan tekort heb, dan pak ik gewoon een houten snijplank of ik vouw een theedoek dubbel. Werkt ook prima. Dus onderzetters voor zowel de glazen als voor de pannen, ook die kopen wij niet meer. Gezelschapsspellen, want ik ben denk ik gewoon echt absoluut niet gezellig. Nee, zonder dolle, wij zijn gewoon niet echt spelletjesmensen. Tenminste, we spelen nooit met z'n tweeën een spelletje. En als er mensen naar ons toe komen of wij gaan ergens heen die het heel leuk vinden om een spelletje te spelen, die hebben het vaak zelf al wel, dus dan hoeven wij ze niet speciaal te kopen. Ik heb nog nooit een situatie gehad waarvan ik dacht, oh, ik wou dat ik meer gezelschapsspellen had. We hebben een pak kaarten en we hebben... Perudo. En dat is dan ook alles wat we hebben. En nogmaals, ook daar verwacht ik niet van dat we er heel veel meer zullen gaan verzamelen. En de laatste, open schoenen. Ik koop dus echt nooit meer open schoenen. Ik heb een ontzettende hekel aan zand en aan steentjes. En als je dan open schoenen hebt, gaat het er ongeacht hoe dan ook
altijd in en tussen en onder zitten. En dat vind ik echt afschuwelijk. Plus, ik heb gewoon niet moeders mooiste voeten. En dat zal iedereen van zichzelf vinden van zijn voeten. Maar die van mij zijn echt niet mooi. Dus waarom zou ik mezelf dan kwellen met open schoenen, als je ook gewoon een paar Dr. Martens hebt, waarvan je zeker weet dat er nooit steentjes en zand in komen omdat ze hoog zijn. Ik heb wel eens gekocht nog met het idee van ik geef het nog een kans. Maar ik had al vrij snel de smiezen van nee, dit is gewoon niet wat ik prettig vind en niet wie ik ben. En dan draag ik het niet, want ik word er eigenlijk alleen maar ongelukkiger van. En dat waren gewoon de 50 items. Of ja, 50 items, want er zijn nog wel meer die we niet meer kopen. Die wij dus niet meer kopen. Mocht je het een leuke video gevonden hebben, geef vooral een duimpjes omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren. En ik ben natuurlijk super duper benieuwd. Wat zijn items die jij dus absoluut niet meer koopt? Misschien is het iets wat ik dus bijvoorbeeld wel koop. Of iets waarvan ik denk, oh ja, dat koop ik ook niet. Dus laat het vooral weten. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Doei doei!